staan hier bij de ras Novi, een middellaat aardappelras, voor de zetmeelindustrie. De goede kenmerken van dit ras zijn opbrengst, hoge knolaantal, goede bewaring en goede zetmeelopbrengst. Daarnaast heeft het ras stofresistentie in loof en knol. Novi heeft een goede beginontwikkeling, een goede eindontwikkeling en zoals je ziet een stevige plant. Novi heeft grove knollen, rond ovaal met een regelmatige sortering. Novi heeft een onderwatergewicht van 470 gram, ofwel 25% droge stof. Novi heeft de phytophthora-resistentie in loof en knol en heeft resistentie tegen Rostigensis 1 en 4. Dit ras wordt vooral gebruikt voor de zetmeelindustrie. Daarom gaat hij ook naar de Scandinavische landen, Duitsland, Frankrijk en Polen. Uit de ervaring weten we dat Novi tegen droge omstandigheden kan. Het is weinig doorwasgevoelig en daardoor geschikt voor de landen die ik zojuist heb genoemd. Dit ras valt in de next generation rassen vanwege zijn phytophthora-resistentie. Als ik mijn klanten spreek, worden zij blij van dit ras vanwege zijn phytophthora-resistentie, zijn hoge opbrengst per hectare en vanwege zijn stabiele eigenschappen.